Nou, hallo, ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Ik ben Mariska, ik ben senior analist citologie. Wel in België. Ons laboratorium is een van de grotere labs in Nederland. We verwerken behoorlijk wat materiaal. Dit doen we van verschillende ziekenhuizen. Wij zitten dus niet in een ziekenhuis. Wij verwerken het materiaal uit Enschede, uit Almelo, Hengelo en Winterswijk en Hardenberg. We hebben een grote huisartsenregio, Oost-Nederland. En sinds kort hebben we het materiaal van twee landelijke organisaties ook naar ons toe komen. En mijn werk als cytologisch analist. Wij verwerken het materiaal. We assisteren bij kruis- of ebusfuncties. Ik weet niet of dat ook in België gebeurt. Dan kijken we bij de longarts of bij de MDL-arts of het materiaal representatief is. En dan kun je ook al een keuze maken bij tumor om het in het juiste medium op te vangen. Of om bijvoorbeeld een fax-analyse in te zetten bij verdenking voor lymfoom. Wij autoriseren benigne cervixcytologie. En van de niet-gynaecologische cytologie maken wij een diagnosevoorstel in ons managementsysteem in de POLGA, wat ze net vertelde. En wij gebruiken ook protocolmodules. Ik weet niet of België ook werkt met protocolmodules, bijvoorbeeld bij urines, bij longen en bij schildklieren. En wij beoordelen de immuno's op dunne laag en op de ingeblasmaatregelen. Onderwerpen wil ik bespreken hoe wij ons niet-gynaecologische materiaal verwerken. Wat we kunnen met ons restmateriaal. Moleculair onderzoek, immunodunne laag en inblokken van restmateriaal en een paar leuke casussen. Wij werken met de SurePop-methode. Het niet-gynaecologische materiaal wordt bij ons gefixeerd in cytoreticulum. Het voordeel daarvan is dat het rode bloedcellen oplost en de slijm. En daardoor hou je een mooi schoon pellet over. En dat is gewoon super fijn te screenen. Onderin zie je de slideprep. We hebben wel verschillende manieren hoe we het materiaal ontvangen. Bijvoorbeeld bij de sereuze vochten willen we graag twee buizen vers materiaal ontvangen. Daar doen we heparine bij. En daarvan kun je dan van het sediment Ghimsa-preparaten maken. En het rest van het sediment wordt gefixeerd in cytoreticulum. Het voordeel van de Ghimsa is dat je de achtergrond bij ontstekingen kunt beoordelen. Voor de slijmerige materiaal, ook de uitstrijkjes, maar ook het borsteltje, dus voor de galwegen bijvoorbeeld en voor de longen, gebruikt. Dat is gewoon een van de praxis. Ik weet niet hoe hier de doe-het-zelf-markt heet, dat weet ik niet wel. Maar daar schudden wij het materiaal in en dan in behandeling nemen. Wij vinden dat een makkelijke methode, zeg maar. De urines die worden gefixeerd bij ons op ethanol 50. Het voordeel daarvan is dat je nog kan zien of er eries in zitten. Die worden niet geliseerd. Dat zal wel gebeuren in cytoreticulum. En ook bij de puncties die wij van de ziekenhuizen krijgen, willen we graag luchtverdroogde preparaten hebben. Dus die Eus en de Ebus-puncties, die kleuren we zelf, de analisten, met een difpik-Ghimsa. Of we houden glaasjes over en dan kunnen ze later Ghimsa gekleurd worden. En we maken dus de keuze, moeten we meer materiaal hebben dan voor de tumor, dan willen we graag het in unifix op. De navragen op restmateriaal. Wij blokken het liefste alles in. Dat heeft echt de voorkeur, want dan kun je gewoon het materiaal bewaren. En je kunt er heel veel markers op loslaten. De dunne laag immuno's of de dunne laag preparaten, die maken we eigenlijk alleen als we dus weinig zien. De Ghimsa's zijn natuurlijk uitermate geschikt voor moleculair onderzoek. En bij de liquores
Daar krijgen we 4 citruspreparaten. We kleuren altijd de eerste en is er een verdenking op maligniteit, dan kun je nog immuno doen op die luchtgedroogde preparaten. Dus we gebruiken het voor immuno. Je kunt ook histologische kleuringen doen en moleculair. Moleculair onderzoek, ik weet niet zo heel veel van, ik ben geen moleculair analist, ik wil toch het een en ander even over vertellen. Nou, de lymfeklierpuncties, daar doen we moleculair onderzoek op schildklierpuncties voor de papillaire schildkliercarcinomen. We hebben een test lopen met de pancreaskiestes en bij melanomen doen ze ook regelmatig op cytologisch materiaal moleculair onderzoek. Nou, wat is dan belangrijk? Dat is dat je voldoende tumormateriaal hebt en dat de cellen goed van kwaliteit zijn. Als er veel necrose bij zit bij cytologisch materiaal, veel neutrofiele granulocyten, dan krijg je gewoon een vertroebeling en dan wil het gewoon niet goed lukken, zeg maar. Dus het is echt belangrijk. En echogel bij puncties is ook funest voor je cellen. Nou, welke testen doen ze bij de moleculaire afdeling? Dat is de NGS-test, de Next Generation Sequencing. Dat gebeurt op DNA en dat is een super stabiele test. Dat lukt eigenlijk bijna altijd op cytologisch materiaal. Sinds nou, denk 2 jaar gebruiken we ook de ARCHER-test en dat is een RNA-test. Het voordeel van die test, daar kun je heel veel markers tegelijk inzetten. Het lastige is weer dat deze test een stuk instabieler is. Want RNA's breekt het RNA af. En dan mislukt de test. De FISH-methode gebruiken wij voor de HER2-amplificatie. En soms kunnen ze de FISH bij ons ook nog uitvoeren als de ARCHER het niet heeft gedaan. Dan kunnen ze de ALK-test of FISH nog testen. Sinds kort zijn ze bij ons aan het testen met de CDKN2A. De hemosuggete deletie, een DNA-test om te kijken of je mesotheliom kan onderscheiden van een reactieve mesotheel. Maar de meeste moleculaire testen, gebeuren op de chemsa-preparaten. Maar bij ons is het ingeblokte materiaal of de immunodunne laag preparaten ook geschikt om een moleculaire test uit te voeren. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Ze werken met microdissectie. De patholoog die tekent een gebied af wat je wilt hebben. En daar met een naald schrapen ze het materiaal, de tumorcellen, van de glaasjes af. En dat gaat dan in een isolatievloeistof. En daaruit kunnen ze dan het DNA isoleren. Hier is een voorbeeld van zo'n NGS-uitslag. De bovenste, daar wordt een deletie gezien, dus een stukje DNA is daar afwezig. En, en dat is in de EGFR-test, zeg maar. En bij de onderste, de puntmutatie van de karas. Ja, dan heb je 1 letter van de bazenpaar wat anders is, zeg maar. Dat kun je dan mooi aflezen. FISH-test, de onderste plaatjes zijn de normale. Dat je altijd 2 koppeltjes hebt en bij de bovenste zie je bij de HER2 een amplificatie, 2 voor rode stukjes. Dat is een voorbeeld van de ARCHER-uitslag, de RNA-test. En dan zie je ja, zeg maar de ALK-fusie, dat die positief is met ook iets van een laag, omdat wij toch wel regelmatig met onze techniek hebben dat we toch weinig sediment hadden, is deze test bij ons ontwikkeld. Om dan met dunne laag preparaatjes, zeg maar, immunologisch te gaan kleuren. Het voordeel is dus dat je met, ja, als je in de pad 5 groepjes ziet bijvoorbeeld, dan kun je prima 5 van die glaasjes maken. Ook kunnen de blanco's gebruikt dus worden voor de moleculaire test. Maar het nadeel is, je kunt het niet gebruiken bij de PD-L1. Dat geeft zoveel overkleuring, dat werkt niet. Daar doen we het niet voor. En het nadeel is dat je cytologische controles mee moet nemen op hetzelfde glaasje. En je hebt geen restmateriaal.
Nou, hoe doen we dat? Wij doen dan eigenlijk op slide rechts van slide prep, hè, waar wij mee werken. Daar maak je de blanco preparaten mee. Alle stappen die de slide prep doet, doe je dan handmatig. Aan het eind, als het materiaal is gesedimenteerd, dan doen we het afsprayen met carbowax spray. Behalve bij de TTF1, dan doen we dat met afgetrond. Nou, het wordt gewoon afhankelijk van de marken, die zijn allemaal getest. Of gekookt met TRS high of met TRS low of geen voorbehandeling. En dat gaat in de PT-module van Daco. En wij kleuren met de Daco autostenen. De detectie vindt met Vision Flex plaats, zeg maar. En homogeen is DAP en AEC. En tegenkleuren met hemotoxine. Het maken van controlemateriaal, dat was een enorme uitdaging. Want je wil niet dat als de controle bijvoorbeeld van een mammacarcinoom voor de GATA 3 op je monster terechtkomt. Dat moet je kunnen herkennen. Dus we hebben gekeken wat je daaraan kan doen. Want de kleurstof mag natuurlijk niet oplossen. En toen kwamen we een artikel in België of in Denemarken uit. En die gebruikte green dye. Dus een groene kleurstof. En die bindt mooi aan de cellen. Dus als het contamineert, kunnen we aan de hand van de groene korreling zien dat het dit controlemateriaal is. Wij voegen dus dat bij het controlemateriaal toe. Later die, dan maak je een proefglaasje, kijk je of je voldoende tumorcellen ziet. En dan laat je het een paar dagen staan. En vervolgens kun je kijken of er positief zijn en of het controle voldoende groen aankeurt. En dan kun je het uitspullen over de appjes. En dan kan het in de min 80 vriezen. Het blijft heel lang van jaren, dus dat is ideaal. Afhankelijk, dus, en nu ga ik iets vertellen hoe je de immunodunnelaars maakt aan de hand van de plaatjes. Afhankelijk van de hoeveelheid sediment, maar wij gebruiken dus nu alleen als we geen duidelijk sediment hebben. Dan voeg je dus 3 druppels per marker aan het sediment toe. Dat pipetteer je in de chambers, de druppels met de buffer. Vervolgens zie je een kleine pipet met druppels. En dan spoel je het af met rinsenvloeistof, een alcoholoplossing is dat. En dat is een super belangrijke stap, want als je heel veel eiwitten hebt, dan krijg je heel veel achtergrondkleuring. En we sprayen het af met de carbowaxspray. En we laten het materiaal drogen. Het is dus belangrijk dat het monster mag natuurlijk wel over de controle lopen, maar de controle niet over het monster. Dus daarom moet je het glaasje goed vasthouden. Het inblokken van cytologisch materiaal, ja, dat heeft dus absoluut de voorkeur. Het is eigenlijk bij ons alleen geschikt als je zichtbaar sediment hebt. Cassettes gaan op dezelfde manier mee als het histologische materiaal. Daardoor hoef je geen histologische controles mee te nemen. En het voordeel van deze manier is dat alle markers gewoon op histologisch materiaal is getest. En wij zien gewoon dezelfde resultaten als het histologische materiaal. Bij de EUS en de EWIS functies vangen we dus materiaal met de Unifix op. Dat is ideaal, je krijgt gewoon veel meer tumorcellen te pakken. En dat is handig voor de PD-L1, want anders hadden we vaak te weinig. Maar helaas is dat niet meer te bestellen. Dus we gaan weer op zoek naar het vinden van een goed alternatief. Dus daar moeten we, ja, zijn we nog over aan denken hoe we dat gaan oplossen. De geconcentreerde agar-methode gebruiken wij. Wij centrifugeren een buis af met een smal puntje. Als het is afgedraaid en het sediment ga je dan vortexen. Dat doe je in een waterbad van 80 graden. En dan verwarm je agar. En dan moet de agar-oplossing een heldere oplossing zijn. Dan doe ik het net als mosselen, zeg maar, 3 keer opkoken. En dan krijg je een heldere vloeistof. Dan voeg je 1 milliliter agar bij het sediment. Ga er direct de centrifuge in. En dan verwijder je de agar-koning.
Nou, dan heb je eigenlijk, als je dus naar het archief gaat, ga je eerst kijken of je voldoende sediment ziet. De ene zie je dus wel mooi een laagje zitten. Dat is geschikt. En de andere is niet geschikt. Maar ja, soms heb je puncties. Dan denk je bijvoorbeeld van, is het een wartentumor? Maar ja, dan kun je toch geen immuno doen. En dan probeer ik het wel eens. En dan hou je toch nog een mooi groepje over. En dan denk ik, ja, klaar is de diagnose. Soms is het proberen waard. Het sediment vortexen voordat het in het waterbad gaat is super belangrijk, want dan zit het sediment mooi los. En dan verwarm je de akker en dan pipetteer je voorzichtig aan de rand van de buis bij het materiaal. Daarna gaat het direct de centrifuge in. En als het gecentrifugeerd is, dan heb je die konus, die sla je uit de buis. Ik hoop dat het heel werkt, dat kan hard zien. En vervolgens snij je het eind van de konus eraf, want daar zit toch geen materiaal. En vervolgens duw je hem door de midden. En dan haal je twee van die mooie wolfjes over. Ik heb nog een paar leuke casussen. Een man, 81 jaar. De linker bovenpap is het een lesie en die is verdacht van carcinoïd. En wij hebben een spoeling. Dat is een prachtig schoon beeld. Er lijkt niet zo heel veel bijzonders aan, maar ik vond een paar draadjes. We hebben dat materiaal ingeblokt. En dan zie je duidelijk mooie schimmelsporen. Dat is wel dikke draden. We hebben hier een krokot op gedaan. En dan kun je ook eigenlijk de komische zien. Die heb ik ook gefotografeerd. En dan zie je toch echt wel mooi de schimmelsporen positief met de krokot. Nou, de bronverspoeling. Schimmelsporen als Aspergillus. Het celbeeld kan passen bij een aspergillon. Eén aanwijzingen dus voor een carcinoïd of maligniteit. Volgende casus is een punctie van een lymfeklier bij een man 74 jaar en die is bekend met een bijzondere tumor, maar die ga ik even niet vertellen. Een punctie in de hals met verdenking op hepatoveen, peritoneaal en lymfeklier. Dan zie je dit soort groepjes. Maar weet niet al wat. We hebben het materiaal ook ingeblokt. Die eigenlijk die komen te zien, twee stukjes. Een mooi celrijk materiaal. We hebben kleuringen gedaan. De CK7 is negatief, de CK20 is positief of deels positief, CDX2 is positief en de synapto. En er is een pas D gedaan en dan zie je bij enkele celletjes, een soort zegelringcelletjes, dat die positief is in het cytoplasma. Het is ongeveer 20% positief. Ja, wat is dit nou van afwijking? Deze patiënt die had een mixed neuroendocrine, non-neuroendocrine neoplasma en het duodenum. Zien, dan zie je eigenlijk het neuroendocrine gedeelte en het niet-neuroendocrine gedeelte. En beide waren in graad 3. De neuroendocrine tumor was in graad 3 en het adenocarcinoom was in graad 3. En die had ook een afwijking in de lever. En daar, en met name in de lever is het neuroendocrine gedeelte waar je ook, als je goed kijkt, die zegelringcelletjes ziet van het carcinoom zitten er onderin. Heb ik nog de laatste casus. Dat is een man, 56 jaar, met een lymfeklierstation 4 rechts. Verdenking op maligniteit. Het is een ebusfunctie. Daar zijn we dus bij. Als je zo'n celrijk materiaal krijgt, dan is het makkelijk. Dan is het in ieder geval representatief. Wel altijd de longarts ook weten, wat is het dan voor tumor. Je ziet wel dat het vrij grote cellen zijn, boven vrij veel necrose en naar achter komt, maar je lijkt een buisje te zien.
De inblokken is mooi celrijk. Daar ben ik altijd heel blij mee. CK7 is positief en de TTF1 is positief. De P40 is negatief en de PD-L1 is negatief. De conclusie is dus een adenocarcinoom. Maar dit materiaal is ook moleculair onderzoek gedaan. De EGFR was negatief. En de ARCHI-testen waren ook negatief. Je kunt dan eigenlijk met een heel klein beetje materiaal heel veel doen. En de longarts die gebruiken eigenlijk alleen de cytologie om de behandeling op af te stemmen. En dat vind ik dan wel leuk dat de cytologie zo'n belangrijke rol heeft binnen de pathologie.